Mijn benen. Even kijken hoor. Oh, deze matcht me heel mooi met de in de broek. In de joggingsbroek. JNS. JNS. Oh, JNS. Staat dit erop? Is it too much? Nee, is too much. Ja, ik weet het ook. Ik weet het wel. Maar ik weet wel in ieder geval dus zeker dat dus één op Buf, één op wie jij gaat. Je gaat het verdelen, drie. Ik ga niet meer vol. Oh, maar toch als je dan 2-1 zou gaan. Ja, maar om het zo te zeggen, de afgelopen dagen is wel heel normaal gegaan, alles. Ja, maar één ding, waarom denk je dat het normaal gaat? Ja, inderdaad. Alsjeblieft. Ja, maar beter één dan geen. En als ik ook heel eerlijk hoor, ik hoor niemand anders zeggen van, ik ga vol op of wat dan ook. Ik heb het geprobeerd met deel. Deel zegt nee, ik ben het niet van plan, want ik heb geen zin om oorlogje te spelen. Dus hij gaat ook niet vol. Nee, die gaat helemaal niet. Die gaat vol op iemand anders. Oh ja, dat denk ik. Weet je, dus dat zijn van die dingen waarvan ik denk van, kijk, ik zou het hartstikke leuk vinden. Maar als ik niet... Ja, rustig. Als ik niet... Maar waarom wil je medestanders? Omdat ik weet dat met deze stemmingen, dat je niet met, dat je meer dan 3 nodig hebt. Je wil echt iemand op de bank krijgen. Nou, ik wil die persoon even op de... Oeh, zo. Fashion. Ik wil een persoon op de bank krijgen met eventjes een side note van hey, hoe je het allemaal doet enzovoort. Dat kan niet echt helemaal. Mm-hmm. Maar dat kan ik niet alleen. Kijk, het is niet de vorige stemmingen dat iedereen vol op 2 personen gaat, waardoor de losse vlodders iemand ook nog kan raken. Een 3 die naar Adriaan gaat, waardoor die op de bank komt. Ja. Snap je? Ja. Oké, dus. Wie zie jij liever op de wand dan? Jou? Ja, maar dat gaat niet lukken. Oh, geef me dan geen uitdaging. Dan gaat het zeker lukken. Oh, ik moet echt even iemand hebben. Kut. Maar wie zou ik op de bank willen hebben? Ja. Nou, de mensen die waarvan ik het niet per se echt helemaal erg vind als ze weggaan. En dat is... Die kunnen jullie wel volgens mij denk ik al een beetje invullen. Mhm. Ja. Ja. Wie is die derde dan? Huh? Wie is die derde dan? Ik heb er 2 eigenlijk. Ja. Ja. Ik pak een paar noten. Ja, pak eens op. Vreemd dat de mama in mijn zak geld. Dan heb jij hier meer of maar 1 persoon die eigenlijk weg was gegaan. Wat zeg je? Jij hebt bijvoorbeeld ook nog wel iemand die je heel graag weg wilt zien gaan, toch? Nee, eentje is genoeg. Niet Maar die gaat toch niet. Dus daar hoef ik mijn zin in niet op te zetten. Ja. Nee. Misschien een late tijdstip, maar nu nee. Nee, is er echt maar 1. De enige echte bank zitten. Doei. Doei. Ja, ik ben er toch. Moet hij? Nou, niet zo zuchtig. Oh, nee. Joe. Nee, voor mij hoeft er op dit moment maar 1 weg. Per direct? Per direct. Of nee, nou de stemmingen.
Weet je wat is? Als hij verdwijnt, mm-hmm. dan gaat er gewoon, dan wordt het gewoon een hele nieuwe groep. Klopt. Dat is alleen met hem. Hij brengt, zou de grootste verandering brengen in de groep. En wie er anders nog uitgaat, dat maakt allemaal geen reet uit, want zo'n grote verandering heeft dat niet. Maar hoe heeft hij op zich een grotere verandering? Hij is best wel aanwezig in de groep. Mm-hmm. En ik ben heel erg benieuwd hoe Jesse gaat zijn wanneer hij weg is. Goeie vraag. Ben ik heel benieuwd naar. Ik denk namelijk dat het beter is. Ik denk namelijk niet dat ze elkaar omhoog halen. Ze zijn nu wel lekker bezig met muziek, maar het is leuk. Maar wat ga je daarmee doen dan? Oh, ja, heel eerlijk. Ja. Jesse heeft talent, Gerrit niet. Ja, ook dat. En ik vind gewoon... Jesse kan echt heel lekker rappen en hij doet het echt supergoed. Ja, maar hij is ook gemotiveerd. Ja. En... Maar de andere eigenlijk zo meer zo voor de deur houdt zo van... Ik doe dit nu. Dit is mijn droom en passie. Ja, maar... Maar zijn droom was toch DJ? Ja, en dat... Niet de fucking... En dat is dus het wat ik wou zeggen... Maar dan denk ik van, oké, ben je iets van plan of zo, weet je wel? Ja. Deze moet je even in kokend water gooien, schat. Dan wordt het weer klein? Ja. Oké. Okay. Ik denk ook dat hij... Ja, nee, ik had hem beter. Nee, vertel. Nee, vertel. Give me the tea. Speel de tea, sis. Ja. De jongen is zo onzeker over zichzelf. Daarom is hij zo blij dat hij in één keer allemaal aandacht krijgt van, van meiden en weet ik veel. Maar dat klopt gewoon. Ja, dat is... En hij weet gewoon niet hoe hij ermee moet omgaan. Want... Dus dan doet hij maar stoer van, oh, ik kan dit, ik heb dit gehad, dat gehad, zus gehad. Ja, ik dat bijvoorbeeld met Brandon was dat hij die ruzie buiten had, dat Michael toen echt erin sprong, weet je wel. Oh ja, ja. Dat iets met een zelf zou schoonmaken. En dat hij echt serieus tegen Brandon toen zei van... ik heb meer volgers dan jij hebt. Ik heb meer... Heb je dat gezegd? Ja, ik heb meer volgers dan dat jij hebt. Ik heb... ik sta hoger in de rankings dan jij. Zoiets. Ja, maar nu staat Brandon op 1. Ja? Ja. Echt waar? Ja. Tof, hè? Oh, hoe weet je dit? Show. Familie. Oh, wat goed. Waar staat Shelly? Weet ik niet. En Jesse staat om 2. Denk het. Vind ik heel leuk om te horen. Shell, voor de ranking, waar sta jij? Brent staat op 1. Ik weet wel dat ik hoog sta. Tenminste, top 5 in ieder geval. Ik ben blij dat hij op nummer 1 staat. Maar het boeit mij ook gewoon echt geen fuck. Nee, moet je ook niet maar boeien. Weet je wat wel zo is? Maar sommige mensen boeien het wel. Met Utopia van het jaar in het gebeuren. Ik heb het liefste dat hij wint. Versus Jesse. Maar... Als ik zou winnen, zou ik het verdelen. Ja, dat mag niet. Hoezo niet? Dat kan niet. Mag je niet wat je wint verdelen? Nee. Onder de Utopianen? Nee. Waarom niet? Het mag niet, staat in de spelregels. Oh, wat fucked up, hé. Nou, fucked up. Je ziet eruit als dat ene meisje uit de TV komt. Ja. Nee, als ik zou winnen, maar ik denk niet dat ik voor dit jaar überhaupt een kans maak. Dan zou ik een deel doneren aan... ik dacht, ik zit echt jongen, mijn oor slaapt nogal. Oh. Je zei een deel doneren. Doneren aan dus ik dacht dat jij een deel doet. Oh, nee. Weet ik, maar ik... Ook, maar... voor mijn beurt. Lekker. Ik zal een deel doneren aan het goed doel. Betrekking tot de homo's en de lesbiennes en de bi en de trans enzovoort. De plussers. Ja, goed zo. André, tot hoe lang wil jij hier blijven? Weet ik niet, ik zie het wel. Als ik volgende maand weg wil, ga ik gewoon weg. Oh. Niks houdt je tegen.
Ja? Niks houdt je tegen? Niks. Nee, ik blijf tot wanneer ik het leuk vind. Heftig. Heftig? Ja. Ik heb wel dat ene ding in mijn achterhoofd wel. Ja, zelfs dat niet. Als ik niet gelukkig ben en ik zit hier diep ongelukkig, zit ik hier, dan ga ik liever naar huis. Oh, wauw. Goed van je, hoor. Ik ga je niet ongelukkig zitten wezen. Doei. Ja. Nooit. Nou, ik denk dat december dat dan wel Utopia van het jaar plaatsvindt. Ja, dat weet ik wel zeker. En ik denk volgend jaar misschien ook. Wil ik daar nog wel blij zijn? Elk jaar. Of nu? Ieder jaar? Ja. Wie wel, toch? Ja. Maar misschien blijft het maar één keer. Utopia, All Stars. Allemaal oude inwoners. Timothy, Ivan. Zo het zijn, hè? Als dat gebeurt, dat al die sterke karakters bij in één huis komen. Merel. Oh. Zo. Dat zou wat zijn, hè? Dat zou ik kijken. Mag ik die gebruiken? Ja. Top. Maar dat zou ik oprecht echt alleen maar kijken dan. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat allemaal zou verlopen. De ene naar de andere ruzie. Oh. Billy had niet echt per se een Ramona. Billy? Wat zeg jij? Ik vond... Dat was heftig, man. Nou, weet je wat ze is? Billy die vind ik niet per se echt een... Ze heeft een karakter, inderdaad. Maar laten we dan niet zeggen een sterk karakter. Wauw, jij bent niet goed. Nou, wie vind jij hier een sterk karakter dan? Ik. Wie hier sterke karakters hebben? Ja, vind jij dat er sterke karakters hebben? Dit is zowel niet echt positief als negatief. Het is gewoon meer, weet je, gewoon sterke karakters, gewoon algemeen. Mm. Merel heeft een heel sterk karakter. Ik vind Jessie heeft ook wel een sterk karakter. Mm-hmm. Nou, Dylan vind ik van niet, Brandon vind ik ook niet een sterk karakter. Alleen maar niet. Ja, ik vind hun twee echt wel een sterk karakter hebben eigenlijk. Merel en Jessie. Ja. Alleen nu. Ja, wie vind jij dan nog meer? Of minder? Kan ook. Ik vind nu wel een sterk karakter hebben. Ik bedoel... Ja. Ik weet niet eigenlijk. Ja, hun ook. Hun wel. Hun ook. En nog meer? Even denken wie we nog meer hebben. Bijvoorbeeld Milena heeft gewoon geen sterk karakter. En een vriendin bijvoorbeeld ook niet. Nee, totaal niet. Snap je? Nee. Adriaan, heel sterk karakter. Nou ja, ik wil niet op zo'n zin, maar ik denk ook wel dat ik wel een karakter... Tenminste, ik kan best wel bitchy zijn als ik wil. Ik kan van alles zijn. Ja, maar dat heeft niks met karakter te maken. Dat heeft niks met een sterk karakter te maken. Maar gewoon je zin doordrijven. Nee, dat heeft ook niks met karakter te maken. Ze noemt nu alle eigenschappen op van Merel, volgens mij, maar... Nee, dus voor mij is een sterk karakter gewoon iemand die gewoon heel erg duidelijk... Lex. Overal in de picture staat. Lex is, vind ik, ook wel een duidelijk karakter. Ja. Ja, vind ik ook. Wacht, kijken we als een karakter naar types? Kijk, zo'n karakter. Ja, gewoon dat. Types en... Oh, types. Types. Oh. Ja, nee, dan Merel is een type. Lex is een type, ik ben ook een type. Ja. Shell is Shell een hagenees type? Ik dacht dat we keken naar... hoe noem je dat? Gewoon een typetje. Wie is je echt dat je denkt van... Ja, diegene valt op of zo. Zou ik ook bedoelen? Ja, Alexandra valt wel op, maar om het zo te zeggen... Alexandra zoekt ook heel erg naar momenten. Ja, vind je? Ja. Ja. 20.000 keer vertellen, ik heb een 10 gehaald, bijvoorbeeld. En zo werkt het wel hier een beetje. Ja, nee, klopt. Maar om het zo te zeggen, ik word daar altijd best wel moe van als ik het heel altijd door heb dat iedereen, en niet iedereen, dat sommige mensen continu dingen herhalen van
Ik heb een 10 gehaald, ik heb een 10 gehaald, ik heb een 10 gehaald, ik heb een 10 gehaald. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen. Kijk, natuurlijk kan je best wel een keer iets heel vaak zeggen uit de enthousiasme hoor. Mm-hmm. Maar ik weet al. Jens! Wat ben je lekker fris dan? Fris en fruitig. Oh, halleluja! Wat deed je nou? Maar 5, jongen. Die leuk. Leuk! Hey. Met wie? Milena. Oh, je bent vervangen van Kay natuurlijk. Nee. Ik wil met jou. Daar hou je toch? Ik ben met Jens. Super maar Jens chill. Jens is ook leuk. Je mag best wel met Milena dat ik met Jens ga. Nee. Dus volgens mij wil Jens niet per se met Milena het afvalsding doen. Als had hij dat wel anders gedaan. Hey meisje. Oepsie daisy. Gewoon minder dan een week, show. Mm-hmm. Yep. Oké, dat vind ik wel een mooi kleurtje. I like it.
gisteren mijn huid lekker gescrubt. Oh, kom op. Voelt het net alsof ik een nieuw huidje heb. Oh, lekker kind. Heerlijk. Zal ik even lekker wierookje aandoen? Ja, heerlijk. Oh, mijn buikje. Te laat om te feunen. Ik had zo irritant, hè, dat je niet gewoon 5 minuten klaar kon zijn. Kan ik ook niet. Nee, maar met feunen ook. Vooral dat. Make-up en zo kan ik wel binnen 5 minuten. Dan kan ik. Dat is no probleem. Maar dan zit mijn make-up echt niet op een top of zo. Als ik het binnen 5 minuten moet doen. Ja, daar heb ik echt schijt aan. Ja. Nee, maar als jij bijvoorbeeld... Heb je dat niet, dan kom je net uit je werk. En dan heb je afgesproken met een vriendin of zo. Of je gaat uit, weet ik veel. En dan heb je maar echt een half uur om je thuis nog even... Ja, dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. Oh. Maar ik probeer dan altijd al, voordat ik thuis ben, ga ik al helemaal bedenken wat ik ga doen en hoe ik het ga doen. Oh, dat weer, jongens. Is de shop wel open? Ja. Oh, deze moet ik ook echt wassen. Al mijn make-up erin, jongen. Oh, wat erg. Wat erg. Iemand vroeg op mij bij de markt van of ik nep wimpers had. Ja, maar je hebt ook echt mooie volle wimpers. Wat zei je ze nou? Als jij... Kijk maar uit alsof je wimpers niet eraf vliegen. Door die wind en door de föhn. Toen zei ik van, ja, maar die kunnen er ook niet afvliegen. En toen zei ze, oh, heb je geen nepwimpers? Ik dacht, nee.